woord. Het zijn dan de presentaties van de start. Ja. Dus we beginnen met een introductie van mijzelf. En dat zal in ieder geval zijn voor de mensen die er vorige week niet bij waren. In ieder geval fijn dat er weer een grote groep aanwezig is bij dit tweede deel van de masterclasses. Nog even als herhaling, maar voor degenen die het nog niet weten, ik ben Jeroen Twisk. Ik ben directeur van Monument Wacht Noord-Holland. De stichting Monument Wacht Noord-Holland voert met name als kerntaak bouwkundige inspecties uit. En dat doen we bij de diverse beschermde monumenten met een verschillende monumentstatus en soms ook geen monumentstatus. Maar wij zijn vooral goed in het signaleren van gebreken en het geven van onderhoudscondities, bouwkundige staat van historische panden. En vanuit die bouwkundige inspectierapporten maken we ook voor de lange termijn onderhoudsplannen. Om ook een stukje financieel inzicht te geven aan eigenaren. En met al die energie die we aan de voorkant daarin steken, geven we ook tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of tijdens een restauratie, voeren een stukje projectleiding uit, monitoring van of de werkzaamheden wel zo worden uitgevoerd zoals we van tevoren hebben afgesproken. Dat doen wij allemaal vanuit een sobere en doelmatige onderhoudsvisie. Dus vooral ingrijpen daar waar het nodig is. En consolideren of iets met rust laten waar het niet nodig is en waar een ingreep moet worden gedaan, dat zoveel mogelijk conform de richtlijnen te doen. Handig hulpmiddel daarvoor is de restauratieladder die wij hanteren, die even kort zegt, conserveren gaat voor herstel en herstel gaat voor vervangen. En met deze handvatten en onze objectieve onafhankelijke status in de markt kunnen wij heel goed vanuit het gebouw kijken, analyseren en adviseren naar monumenteigenaren toe. En dat is wat wij vooral de kern doen. We hebben zo'n 10 inspecteurs in de provincie Noord-Holland en een aantal adviseurs die zich vooral bezighouden met de onderhoudsplannen, eventueel subsidie aanvragen en een stukje toezicht houden wat daarbij komt kijken. Ik richt me daarom ook vooral, zeg maar, ook met dit thema weer op zaken die het meest tegenkomen in de provincie Noord-Holland. Want ook dakbedekkingen zijn regionaal door de landen nog wel eens. Er komen verschillende zaken veelvuldig per regio voor. Ik richt me vooral op onze provincie. Naar de volgende sheet. Nou lijkt mijn. Zoals eerder, de master was het die ik aan jullie geef. Dat ik jullie zoveel mogelijk probeer mee te geven van hoe je ook als toezichthouder waar je op zou moeten letten. En met name als er werkzaamheden in uitvoering zijn. Ik geef een stukje zicht op de verschillende materialen en de verschillende hoedanigheden die voor kunnen komen. Met een kleine achtergrond in de geschiedenis. Om gewoon meer te kunnen duiden waar iets vandaan komt. En ik probeer aan de hand van een aantal foto's, gebreken weer te geven die je zou kunnen herkennen aan de voorkant. Dus voordat er iets wordt uitgevoerd. Maar ook tijdens de uitvoering waar je moet letten om de duurzame oplossing die je dan bedenkt met elkaar. Dat het ook daadwerkelijk tot einde komt op lange termijn. Wat we met name zien is, een monument dat is ooit opgericht om de monumenten te beschermen tegen weer en wind. Heel praktisch. Dus grote schoonmaken, helemaal water afvoeren, stoppen, dakpannen terugleggen waar ze ontbreken. Tot veel meer de inspectietaak. En wat we vanuit die inspectietaak eigenlijk steeds weer vaker meer zien voorkomen, is dat eigenlijk door menselijk handelen er eigenlijk meer schade wordt toegebracht dan dat we naar oplossingen zoeken. Dus vandaar ook deze masterclass met die verschillende thema's. Vorige week hebben we gegeven met zeker natuursteen behandeld. En deze week ga ik iets vertellen in een kort tijdsbestek over dakbedekkingen en goten. En dan gaat het met name over de harde dakbedekkingen, keramische dakbedekkingen en een klein stukje leien. Dat doen we het eerste deel, daarna nog een stukje over goten en alles wat daarbij hoort. Volgende week gaan we naar houtrot en houtaantasters. Dat is echt volgende. Maar dat is voor volgende week. Dit is de sheet daarna, hè? Ja. Ja. Zoals ik zei, dakbedekkingen ga ik vooral vertellen over dakpannen. Dus keramische dakpannen, geen betonpannen, maar echt de keramiek. En een klein stukje over leien, omdat dat ook ons regelmatig voorkomt. Ik ga in het kort iets vertellen over de geschiedenis. Daarna laten zien
meer de verschijningsvormen die je kan zien en wat er allemaal bij een dakbedekking hoort en bij komt kijken. Ook om, ja, leer jezelf vooral om zoveel mogelijk te kijken, want er is heel veel te zien. Als je gewoon sowieso door een straat loopt. Daarna kunnen we ook nog wat neergebrachte casus of twee behandelen. Voor zover er nog tijd over is, probeer ik zelf nog wat foto's met gebreken en hoe je daar in het advies in de uitvoering mee om kan gaan. De metalen dakbedekkingen, koper, lood en zink, wat vooral nog wel eens voorkomt, die laat ik voor nu even buiten beschouwing, omwille van de tijd. Het is eigenlijk een heel ander type, een heel andere werking van dakbedekking. Wellicht dat we die in de toekomst nog een keer in een andere zin kunnen behandelen. Maar voor nu even is eigenlijk meer de meer dampopen systeem. Mag ik even volgen. De dakpanbedekkingen. Als we kijken eigenlijk naar de middeleeuwse stad in Noord-Holland. Zoals vorige keer had ik over gevelmetselwerk. En als vervanging van de houten gevelbekleding. Omwille van de keuren die werden uitgevaardigd door wat grote stadsbranden. Zo moest ook in de loop der tijd moest de rietbedekking die veel voorkwam worden veranderd in een harde dakbedekking. Ook omdat zo'n harde dekking gewoon veel duurzamer is dan rietwerk. Dus er werd vooral veel keramische dakpannen naartoe gepast in combinatie met leien. Die krijgen eigenlijk daardoor wel een heel andere functie van hoe water wordt afgevoerd. Daar kom ik straks nog even op terug. Keramische dakpannen bestaan wel al wat langer dan alleen vanaf die keuren die in zeg maar 16e eeuw werden uitgevaardigd. Gaat eigenlijk terug naar de Romeinse tijd, waar eigenlijk daktegels, die tegel kunnen aanleggen met een bovenpan werden afgedekt om de boel waterdicht te maken. Het principe van die daktegels werd vooral in het westen van Nederland veel toegepast. En dat kennen we nog steeds als de oud-Hollandse pannen op heel veel monumenten voorkomt. Die werd echt met de hand gevormd, net zoals met metselwerk ook in het begin met de hand werd gevormd. Niet heel erg maatvast dus, en door het bakproces zat er nog wat verschillende manieren van krimp in, afhankelijk van de kleisoort die werd gebruikt. Maar dat geeft wel een karakteristieke beeld zoals het nu nog vaak op verschillende daken ligt. Kort gezegd kunnen we zeggen dat de handgevormde pan tot de tweede helft van de 19e eeuw nog algemeen gebruiksgoed was. Daarna kwamen net als bij het metselwerk toch wat meer de industriële vormen en kreeg je verschillende type dakpannen. Soms echt als experiment en heel zeldzaam nu. En andere pannen die nog steeds diezelfde vorm, zoals bijvoorbeeld een verbeterde Hollandse pan, nog regelmatig is terug te zien in het beeld. Ik hoorde iets, maar... Ja. Hier netjes naar rechts, terug in de tijd, wat ik net zei inderdaad, de daktegel afgedekt met een bovenpan, wat in de Romeinse tijd veel al werd toegepast. We komen hier nog wel in Nederland in ieder geval nog wat onder- en bovenpannen tegen, bij de onderpan eigenlijk ook echt een holle pan, dus echt met een wel waar overheen die bovenpan viel om de boel waterdicht te maken. Links zien we een revolverpers, waarin, zoals misschien te zien is, in ieder geval de pan kon worden gevormd in een soort mal die daarna werd geperst zodat hij de vorm kreeg voordat hij gebakken werd. Dus in twee korte plaatjes eigenlijk een enorme omslag van echt het handgevormde panbedekking naar een machinale pan. Als we dan kijken naar de toepassing van dakbedekkingen en hoe dat in verschillende vormen eruit ziet. Pak een willekeurig dorps, of tenminste oud dorps of stadsgezicht en het dakenlandschap bepaalde eigenlijk hoe het ensemble van al die monumenten eruit ziet. Op het plaatje hier komen we toch wat verschillende soorten pannen zo wel tegen. Kijk naar het middelste dakvlak, een vrij strakke pan die zich echt wel afsteekt ten opzichte van de rest van de panbedekkingen waar je met name hier de oud-Hollandse pan heel veel voorkomt. En als we goed naar het plaatje kijken, dan zien we bijvoorbeeld dat net boven het midden een schildak is met aan de voorkant een geglazuurde donkere pan met daarachter de rode pan. Om zeg maar vanaf het straatbeeld eigenlijk beeld te geven alsof alle pannen geglazuurd zijn, maar daarachter de wat goedkopere rode pan werd toegepast. Je ziet er ook dat in de loop der tijd nogal wat pannen zijn uitgewisseld. Zodra er pannen slechter worden of afschilferd,
Soms ook in een andere kleur, maar in ieder geval daarmee de totale dakbedekking in die vorm kunnen behouden. Achter zien we nog een soort kasteeltoren met duidelijke rondbouwvlies van metselwerk. Dat daar een schildak met leien op ligt. Dus eigenlijk wat ik hiermee wil laten zien is dat die verscheidenheid van pannen door de eeuwen heen toegepast is in een oude kern van de stad of een dorp. Waarbij juist zeg maar, die verschillen het monumentwaardige van het geheel eigenlijk aangeven. En als ik eventjes nog het puntje verandering van technieken, dan kom ik dat straks ook, laat ik dat even zien aan de soorten pannen die voor kunnen komen. Is dat die oud-Hollandse pan met de hand eigenlijk gevormd een vrij open structuur heeft in een complete bedekking. Dat die gewoon niet helemaal vormvast is. De een is, heeft een wat diepere wel dan de ander. Ze zijn niet helemaal maatvast, maar dat betekent in ieder geval wel dat voor de functie die je toen had, een kapsel had met name de functie als buffer eigenlijk tussen de woonruimte en buiten. Er werd nog wel eens de was gedroogd omdat het zo lekker door kon tochten. Maar door het open karakter van die dakbedekking bleef eigenlijk gewoon de kapconstructie daarmee heel goed intact, omdat hout aantasten en hout we daar gewoon weinig vat op konden krijgen. De droging, als er al een soort van lekkage was, dat de droging ook heel zo snel weer op gang kwam, dat er niet veel gevolgschade van kwam. Later werden echt die sluitingen van de pan, dus eigenlijk hoe de ene pan op de andere valt, die werd steeds verder geperfectioneerd. Waardoor je regen door, zeg maar, door stuwing van wind of stuifsneeuw daarmee voorkwam. Waarbij ook het pannendak een veel meer gesloten geheel kreeg. En met name bij bijvoorbeeld storm of harde wind. Dat je niet alleen door winddruk het probleem kan hebben dat de onze pan afwijkt. Maar ook de windzuiging aan de andere kant van het pand in één keer een hele stuk de dakbedekking kon afwaaien. Een ander gevolg van het kunnen vormen met een machinaal gevormde pan is dat je een maatvaste pan kreeg die goed zeg maar, op elkaar aansluit, dus hem helemaal waterdichtmakend. Hier is een voorbeeld van een verbeterde Hollandse pan die bij een dakvorm, en we hebben hier in de schets zeg maar, eigenlijk verschillende dakvormen door elkaar heen waarbij je alle aansluitingen goed kan zien. Waarbij elke aansluiting ook een apart accessoire als het ware gemaakt kon worden. We zien bijvoorbeeld bij de keelgoot, de aansluiting tussen de twee hellende daken, de inwendige hoek, dat daar een speciale keelkeetpannen voor werden gemaakt. Maar ook bij een kruispunt tussen twee nokdelen, dat je daar echt een T-stuk voor had, speciaal. En zelfs als beëindiging van het wolfseind, ik weet dat het plaatje te zien is, maar het is 5D. En dan zie je dan de koppeling ook met het broekstuk. Ja, dat is een accessoire die eigenlijk in één keer die verschillende aansluitingen op de juiste manier waterdicht maakt. Bij het vervangen van dakpannen of bij schade aan dit soort onderdelen, wil nog wel eens voor gekozen worden om dat met een lood of een mortel aan te smeren, zodat het wel aan elkaar blijft zitten, maar dat de waterdichtheid en met name het ontbreken van dit soort bijzondere onderdelen, dat je daar meer eigenlijk risico's op schade meer naar binnen trekt dan dat je hem eventueel nog kan zoeken naar of er ergens nog zo'n onderdeel te krijgen is. Linksonder op de foto zie je een prachtig voorbeeld van hoe eigenlijk de gevelpan aan de onderzijde eindigt op een schouderstuk, waarbij de afdekking van pan en schouderstuk in één geheel is gevormd. Dus kom je niet heel veel meer tegen, maar dit is een prachtig voorbeeld hoe toen echt gedacht werd over het afvoeren van water op de juiste manier, zonder allerlei loodaansluitingen of dingen dicht te zetten met mortel. Wat ik al zei, we komen bij de monumenten hier in Noord-Holland veel leien en vooral ook de oud-Hollandse pan tegen. Ik heb hier ook een paar plaatjes. Laat ik even zien hoe dat er uit kan zien. Links zien we een mooi voorbeeld van een rijndekking. Dit zijn dus natuurstenen lei, de twee plaatjes aan de linkerzijde. Waarbij de meest linker plaatje een rijndekking weergeeft. Dit is een leibedekking waarbij de vernageling onzichtbaar is toegepast. Dus eigenlijk de vernageling onder de bovenliggende lei zit. Waardoor je gewoon een heel solide, waterdichte dakbedekking krijgt.
En ook met name hier waarbij de afdekking naar de hoekkeper toe, met de juiste eindstukken of eindorten zoals dat heet, zodanig is dichtgezet dat de gehele hoekkeper waterdicht is afgewerkt. Aan de rechterzijde een veel voorkomende leibedekking in maasdekking. Eigenlijk een soort moet zien als een soort halfsteensverband gedekte leidekking, waarbij niet zoals de rijndekking links is vernageld, maar met leihaken is vastgezet. Wat er wel eens voorkomt bij dit soort leibedekking is dat een natuursteenlei kan in principe heel lang meegaan. En bij de leibedekking in maasdekking, die begint zo met koperen haken werden vastgezet. Komt het nog wel eens voor dat de koperen haak door eigenlijk daar blijft eigenlijk bij regenval steeds een druppeltje aanhangen en die geeft eigenlijk de corrosie aan dat koperen haakje. Dus die druppelcorrosie zorgt eigenlijk voor dat of de bek van de haak, de bocht, of uiteindelijk helemaal open gaat staan of zelfs afbreekt, waardoor de lei uiteindelijk uit kunnen zakken. En dan is het vooral goed kijken van is de lei nog in zo'n kwalitatief goed staat om hem nog een keer te herdekken. Of moet je helemaal kijken naar een nieuwe lijnsoort en dan wordt zeg maar het haken, de haken worden uitgevoerd in RVS, die een veel langere levensduur hebben dan die koperen haak. Wat we hier zien is een leidekking in maasdekking en in rijndekking. Dan hebben we hier ook nog wat met name bij de wat grotere en oude kerkmoors volgen, dus een oud-Duitse dekking. Wat heel erg lijkt op de rijndekking, waarbij de schublei eigenlijk kan herkennen dat die vanaf de dakvoet tot de nok eigenlijk per aantal rijen steeds kleiner wordt. Dan zien we nog rechtsboven, wat ik net ook zei, het overzichtsplaatje vanuit die stadskern. Zie je dus dat wat vaker voorkomt is dat het voordakschild uitgevoerd wordt met een klein stukje aan de zijkant in de geglazuurde zwarte pannen. En daarachter gewoon de goedkope rode pannen toegepast. Wat een mooi verschijnsel is van hoe dat staatsverhogend werkte om aan de voorzijde dat dakschild geglazuurd uit te voeren. Wat we hier ook zien is dat, wat je ook zeg maar in een uitvoering mee moet nemen, is dat is de hoekkeper nu afgedekt met bijvoorbeeld lood. En dat het op de juiste manier, als je dat vervangt, weer in meterstukken wordt teruggebracht. Of is het gedaan met vorsten. We zien hier een voorbeeld dat zowel de hoekkeper als de nok met lood is toegepast. En ik kan het rechterveld dat je net een rechterplaatje hebt, maar voor mij is het daar met vorsten uitgevoerd. Maar dat is dus zaak dat soort zaken, dus vooral die aansluitingen, dat met de juiste zorg en aandacht en met zoveel mogelijk dezelfde manier en materiaal weer wordt teruggebracht. Ik snap nog niet helemaal hoe kan het nou dat op die linksonderfoto bij die leien, dat die hoekkeper, je zegt dat is op een bijzondere manier gedaan dat het niet lekt, maar... Ja, hij is wel met lood ingedekt, alleen hij is zeg maar, normaal gesproken heb je daar de hoekkeper is dan met een verhoging zeg maar, ingedekt in het leiwerk. En dan kon het lood echt als hoekkeperlood, is dat zichtbaar. Hier is het onzichtbaar verdekt eigenlijk. Waarbij je ook wel kan zien dat vanaf de heersende windrichting zijn de leien iets hoger opgezet. Zodat je met name vanuit die kant, waar de meeste wind en regen vandaan komt, dat ze wel nog verdekt of beschut hebben. Zodat het niet inregent, ja. Voorbeeldje van keramische leipannen. Wat veel in combinatie met de verbeterde Hollandse pan voorkomt, zien we rechtsonder, waarbij de afwerking zowel vierkant als half rond is toegepast hier. Dit komt vaak voor bij kleine kapellen of koorsluitingen of een apsis van een kerkgebouw. We hebben het net gehad over de oud-Hollandse pan, met de hand gevormd, niet helemaal maatvast, maar juist daardoor is een typische uitstraling op een geel dakvlak. We zien hier een aantal voorbeelden van machinaal gevormde pannen. Vanuit oud-Hollandse, die heb ik niet opstaan, maar die hebben we net wel gezien, de verbeterde Hollandse pan is eigenlijk een opvolger van de oud-Hollandse pan, een verbeterde versie, die tegenwoordig weer in een opnieuw verbeterde Hollandse pan nog steeds bij nieuwbouw vaak wordt toegepast. Hier zien we linksonder een zeldzame pan die op een paar plekken in Noord-Holland ook nog wel voorkomt. De Oegsgeesterpan, beverstaartpan ook wel genoemd, wat een beetje lijkt op een leipan. Waarbij in het profiel van de pan een heel kleine
wel eigenlijk is toegepast, het opstaande rand is toegepast, waardoor het water kan worden afgevoerd. Wordt net als de kruisbaan rechts daarvan in een soort kruisverband gelegd. Als we kijken naar de kruisbaan daarnaast, dat is er wel eentje die vaak voorkomt. Soms ook in patroon met verschillende kleuren. Met name bij vervanging moet worden opgelet dat ook de typische halve pannen daarin worden toegepast. Wat we nog wel eens zien is dat de kruisbaan, een hele kruisbaan, doormidden wordt gezaagd, waardoor wordt geslepen en op die manier als halve pan niet, waardoor je eigenlijk geen waterkering hebt aan één zijde van die pan. Wat dus weer vochtinslag in de kaas tot gevolg kan hebben. Rechtsonder een platte vieze pan, die met name in West-Friesland nog wel eens bij boerderijen komt nog wel eens voor. Je hebt er ook de gegolfde versie van, die eigenlijk voor mij twee kleine wellen heeft. Dit is de platte vriezenpan. Daarboven een turinoor, een platte pan die zowel in een groot formaat als klein formaat voorkomt. En daarboven ook in profiel een Romaanse pan, die met name bij jaren 30 huizen vaak wordt toegepast. Bij dit soort verschillende machinaten, de verschijnenheid van deze pannen wordt eigenlijk steeds zeldzamer. Het is dus zaak om zo goed mogelijk te kijken bij te vangen of nog een deel van de pannen kan worden hergebruikt op één bepaald dakvlak, dat je dat kan uitsorteren. Maar kijk daar vooral eerst kritisch naar voordat zoiets in de container belandt. En met name ook de verschillende aansluitingen en ook de bijbehorende hoekhebervorst of nogvorsten. Ja, mag ik naar de volgende? Dat kleine, bij je Tuile du Nord, ja. Er zitten twee van die kleine halve maantjes. Ja, heeft dat een functie of niet? Weet ik zo niet. Maar volgens mij staat daar eigenlijk de onderkant staat tegen die twee nokjes aan. Ja, en als die op het dak ligt, dan zie je ook altijd nog zo'n kleine versiering. Dan zie je net die onderkant, dat die eigenlijk met dat zijn die twee dingetjes. Ja, ja. Oké, volgende. Moet weer even laden. Even geduld. Ja, even in het kort waar je op zou moeten letten aan de voorkant. Voordat er iets wordt uitgevoerd en tijdens uitvoering. Zo vroeg mogelijk inderdaad gebreken inventariseren. Rangschik op prioriteit. Dus kijk van ondervind ik nu schade door een bepaald gebrek aan een pannendak. Of een leiendak. En op welke manier kan ik daar nog incidenteel op ingrijpen? Of moet ik overgaan op herdekken dan wel echt vervanging? Als laatste. Mag ik wat vragen hierover? Ik zocht een handje om op te steken, maar die kan ik niet vinden. Nou, ik hoor je nu. Ik ben Agneta de Hartog van de gemeente Ouder-Amstel en Uithoren. Mijn vraag is, die zeldzame pannen, worden die nog ergens met de hand bijvoorbeeld gemaakt? Zijn er nog bedrijven die zo'n pan op verzoek kunnen maken? Of bestaat dat helemaal niet meer? Als ik kijk naar baksteenproductie in verschillende formaten, dan moet je toch meer naar het rivierengebied toe waar die fabrieken vroeger ook stonden. En ik weet wel dat daar iemand is weer, heeft dat weer opgepakt om het bakken van pannen ook zeg maar weer als ambacht eigenlijk weer te gaan ontwikkelen om dit soort zeldzame pannen weer opnieuw te gaan maken. Er zijn ook veel, er is gelukkig ook veel circulariteit in dit soort in dakpannen. Dus mocht een keer ergens een pannendak al dan niet met een beschermde status worden weggehaald, dan worden toch vaak bij de sloopbedrijven of de oude bouwmaterialenhandels weer als partijen opnieuw verkocht. Maar het is soms heel moeilijk zoeken daarin. Maar er worden wel weer wat pannen. Zeldzame pannen daarin gebakken, ja. Oké. Maar het is vooral eerst kijken van wat kan ik nog hergebruiken. Soms kun je ook zeg maar bij vijf of zes verschillende dakvlakken, vier verschillende dakvlakken kijken van welk dakvlak kan ik nog wel helemaal compleet maken met de pannen die ik heb. En waar zou ik moeten kijken voor bijvoorbeeld een oud-Hollandse pan die nog steeds als strengperspan nog veel wordt gemaakt, die werd zoveel mogelijk in de buurt op met behulp van de Partij van de Bouwmaterialenhandel. Dus in het bestaande kan je nog wel heel veel uitsorteren en herdekken. Zou het dan mogelijk zijn en je wil een kleine hoeveelheid pan die zeldzaam is, een bepaalde maat toch willen gaan laten pakken, steeds bij metselwerk. Ja,
wordt het wel een kostbare aangelegenheid. Ja, dat wordt wel duur, dat kan ik me voorstellen. Ja. Oké, dankjewel. Vanuit zeg maar de inventarisatie en een plan maken wat je met een bepaald pannendak zou kunnen doen, is het in ieder geval noodzaak om dat heel goed te omschrijven als je meer partijen zou willen uitnodigen om dat uit te gaan voeren. Dat je heel goed omschrijft het type pan, welke hulpmiddelen, maar ook vooral waar vervang je het wel, waar vervang je het niet. Gebruik maken van de restauratieladder en de richtlijnen die daarvoor bestaan. Zodat je aan de voorkant al met een aannemer zo concreet mogelijk dat hebt afgedekt. Zodat je discussie tijdens uitvoering zoveel mogelijk kan voorkomen. Met name bij het herdekken van een pannendak of ook soms een leiendak is voldoende begeleiding en monitoren tijdens de uitvoering essentieel. Dat je samen met een keurende partij kijkt van welke pannen kunnen we nog hergebruiken. En hoe gaan we dat dan toepassen bij de dakvlakken die hier op dat moment zijn. Dan gaan we over naar de ingebrachte onderwerpen. Yes, net als vorige week hebben we een aantal mensen uit onze eigen kring gevraagd van goh, hebben jullie dingen uit de praktijk die je zou willen inbrengen om er even kort over te vertellen of om misschien een vraag te stellen. Martien Kruithof van de SCD-gemeente heeft kort geleden te maken gehad met een brand in het centrum van Enkhuizen. En daar is de kap nagenoeg helemaal verwoest. Klopt dat, Martien? Ben je aanwezig? Ik denk dat je geluid nog uitstaat, Martien. Kun je Martien wel zien? Kan jij Martien vinden, Bo? Waar is Martien? Nee. Nou, dan is je misschien net even een kopje koffie aan het halen, want ik zag Martien zo net wel. Debbie, ben jij in de lucht? Nee. Even kijken hoor. Dan gaan we eerst door naar jouw voorbeelden. En dan Kan je straks nog even terug kunnen pakken. Ja, pakken we het straks even terug. Doen we het even andersom. Ja. Misschien dat we deze gewoon eens in de groep moeten gooien. We hebben hier op het eerste gezicht een niet heel spannend dakvlak uit onze pannen. Maar wie het ziet mag het zeggen. Wat valt hier aan op? Er zitten donkere pannen tussen. Ja, dat klopt. Maar dat is niet wat ik bedoel. Geen nog pannen? Sorry? Geen nokpannen, lood op het, lijkt het op de nok? Met lood inderdaad afgewerkt de nok, maar dat is ook niet wat ik bedoel. Het gaat maar meer om de pannen zelf en met name de dekrichting. Ze liggen in een halfsteens verband. Nee, het liggen echt wel in zeg maar straatjes onder elkaar. Hey, dit is een, misschien een beetje van, maar dit is een linksdekkende pan. In de regel zijn pannen, worden altijd rechtsdekkend uitgevoerd. Maar we komen, het wordt steeds meer een zeldzaamheid, maar we komen er wel eens tegen dat dakpannen linksdekkend uitgevoerd worden. Dus dat de pan aan de linkerzijde over de andere pan heen valt. En het werd op deze manier nog wel eens toegepast als de heersende windrichting daarom vroeg. We zijn natuurlijk in dit land, hebben een windrichting die met name zuidwest georiënteerd is. Dus daar komt de regen eigenlijk altijd vandaan. En als je dak zeg maar net zo gesitueerd is dat je altijd vanaf die kant de regen tussen je die open structuur van die oud-Hollandse pannen naar binnen komt, werd het nog wel eens zo gedaan dat het zo wordt opgelost. Dus met een ander type pan, linksdekkend in plaats van rechtsdekkend. Zeldzaamheid, dus mocht je dit tegenkomen, dan sowieso is daar terughoudendheid in, eventueel vervangen. Is daar in gebouwen, ja. Heel belangrijk. Waar was deze, waar had je dit pand gevonden? Dit is op een gracht in Amsterdam. Oh ja. Ja, dus eigenlijk ook gewoon bij mij, niet dat ik daar enige bemoeienis mee had of voor ons werk bij was betrokken, maar gewoon door veel te kijken, veel naar boven te kijken, ook vooral als het overdag, kom je vanzelf eigenlijk hele bijzondere dingen tegen. En hoeveel panden ken jij ongeveer met linksdekkende? Ik ben er misschien onder de 10 tegengekomen. Dus ik heb het niet heel vaak nog gezien. Nee.
Ik zie, Martien is wel aanwezig. Martien, ben jij inmiddels in de lucht? Nee, nog steeds niet. Er is wel een opmerking van Bram Andriessen binnengekomen. Ja. Hij zegt dat het dak is denk ik ook voorzien van na-isolatie. Bij dit dak voorzien van na-isolatie. Bram Andriessen, kun jij dat even toelichten? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik twijfel namelijk over de hoogte van de wel ten opzichte van de nok. Ja. Lijkt iets bovenuit steken en de aansluiting bij de wangen van de dakkapel. Lijkt het lood ook, zit wel over de wel heen, maar ik vermoed ook dat hij hoger zit dan normaal zou mogen. Ja, nee, dat klopt. Heb je een goed punt. Dat is ook wat in de andere plaatjes straks waarschijnlijk wel voorbij gaat komen over aansluitingen. Maar je ziet hier inderdaad dat met name de bovenste pan, met de bovenkant, eigenlijk met de nok, zit eigenlijk weinig gelijk aan de dakruiten. Je wil het liefst voor inwaai van regenwater, voor een goede afwating, dat die nokruiter een stuk hoger ligt, zodat je lood hoger kan opzetten ten opzichte van de bovenste pan. Klopt. Dus ik vermoeden dat hier sprake is van na-isolatie, het vermoeden is er bij mij ook. Maar is het dan netjes gedaan hier, of behalve dan? Nee, je zou eigenlijk in ieder geval de nok dan hoger op moeten zetten. En ook als je inderdaad de aansluiting van de zijwang, de loodaansluiting die er eigenlijk achter die zijwang zit, lijkt alsof die niet is aangepast aan de nieuwe situatie. Dus wat kan dan het gevolg zijn, is dat je daar met name door winddruk toch regelmatig tussen je loodaansluiting en je dakpan naar binnen krijgt. Mag ik één vraag stellen over de vorige foto? Is het wel voorgekomen dat vanwege de windrichting op één dakvlak links en rechts pannen worden neergelegd? Hoe bedoel je dat precies? Links en rechts worden neergelegd? Oh, een woning met twee schuine kanten en aan de ene kant ligt links en de andere kant ligt rechts. Ja, kijk, dit is in principe, dit is altijd het dakvlak wat eigenlijk, waarbij het eigenlijk tegen de heersende windrichting in ligt. Dus dan zie je het eigenlijk alleen op dat dakvlak. Kijk, rechtsdekkende pannen die zijn altijd veel meer gewoon in overvloed aanwezig, tenminste leverbaar geweest. Dit werd echt specifiek gedaan voor die dakvlakken die niet qua windrichting op het goede dak liggen eigenlijk. Tenminste, dat het dak tegen de windrichting in ligt. Dus dan zie je bij één gebouw twee verschillende soorten dakpannen. Ja. Op welke kant ligt dat dan? Op de noordkant of de zuidkant? Dit is de richting de zuidwestkant. Tenminste, haaks op de zuidwestkant. Waar eigenlijk de meeste regen vandaan komt. Precies. Meer evenwijdig met die zuidwestkant. Dus als die regen vanuit de zuidwestkant komt en je hebt hem nu rechtsdekkend, zou je hem hebben liggen. Dan heb je aan die kant heb je eigenlijk de meeste openingen door die verschillende vormen toch binnen die oud-Hollandse pan. Minder maatvast, de diepte van de welverschil nog wel eens. Dakbedekking staat gewoon open. En op zich is dat niet erg als de winter maar niet zijn vat op kan krijgen. En wat meneer bedoelt, als ik het goed begrijp, is dat dan op dit achterdak vlak? Daar zou gewoon de rechtsdekkende pan toegepast worden. Ja, precies. Ja. Oké, bedankt. Yep. Nou, hier even een plaatje wat eigenlijk laat zien hoe eenvoudig het principe van een dakpanbedekking, hoe dat werkt. Maar waarbij, zoals we net op het vorige plaatje al zagen, met de opmerking van Bram Andriessen erbij, dat de nokafwerking daar nog wel wat te wensen over liet. Om een goede dakbedekking neer te kunnen leggen, is het voorbereidende werk daarbij erg van belang. Dus de tengels en panlatten zodanig maat voeren dat je altijd op hele pannen uitkomt, zowel boven als onder, het liefst ook aan de zijkant. Dat de bovenpan hoog genoeg wordt opgezet, maar ook dat de nokruiter daar voldoende bovenuit kan steken om een goede afwatering te realiseren. Hier is gebruik gemaakt van een dampopen dakfolie, wat op zich voor de uitvoering prettig kan zijn, want je hoeft niet, als het nogal regenachtig weer is, steeds je dak af te zeilen. Maar je hebt je waterdichte folie daar toch onder zitten. Plus dat als je hierna een calamiteit hebt dat een dakpan ontbreekt door een storm bijvoorbeeld, wordt het ook nog opgevangen door de folie daaronder. Het risico van folies is wel dat het nog wel eens op de verkeerde manier wordt aangebracht. De folie moet net als bij de dakpan echt afwatend worden aangebracht en vooral bij aansluitingen met dakpellen, dakramen, juist worden doorgezet.
Dus het is op zich een goed middel, maar ook omdat je naderhand eigenlijk onmiddellijk er niks meer van ziet, kan het ook een risico zijn door het verkeerd toepassen daarvan dat je daar problemen mee krijgt. Klein voorbeeldje van hoe nauw het luistert met detaillering. Hier zien we eigenlijk de aansluiting van een pannendak op een gevel. Waarbij de bovenzijde van die gevel wordt afgedekt, net als die laatste rij pannen of eerste rij pannen, met een waterbord. Waterborden die worden veelvuldig toegepast. Komt eigenlijk uit echt de houtbouw, waarbij de combinatie windsfeer en waterbord eigenlijk de aansluiting tussen gevel en dak waterdicht moet maken. En hier zien wij dat in het laatste stukje, dus de aansluiting van het pannendak, groot waterbord, wordt afgedekt met een stukje lood. Waarbij het lood nou net aan de verkeerde kant is ingewerkt. En denk je met een beetje kit is dichtgemaakt. Ja, dit is geen langdurig houdbare oplossing. Hier komt in principe niet iedere keer meer iemand bij. En dit gaat op korte termijn problemen opleveren. Eigenlijk zonde van het hele samenspel van groot dakpannen en waterbord. Waar ga ik vanuit heel veel zorg aan is besteed. Omdat net in het laatste stukje aansluiting het dan fout gaat. Hier een voorbeeld van een gotische pan, zelfs ook met een typische bovenpan onder de nok. Hier is dan voor gekozen om bij lekkages alles zeg maar dicht te smeren met mortel. We zien de gevelpannen een klein beetje naar links dompen eigenlijk. We zien boven dat daar wel wat met mortel is aangesmeerd. Dit vraagt toch wel een wat rigoureuzer aanpak dan het op deze manier pappen en nat houden eigenlijk. Want de mortel die gaat weer loskrimpen en zorgt eigenlijk door een zuigende capillaire werking voor een snellere lekkage dan dat je het gewoon geventileerd en open houdt. Wat is nou het verschil tussen een gotische pan en een Romaanse pan? We zien hier zeg maar dat ik definieer deze als gotische pan omdat hij wat meer een spitsboog eigenlijk vorm heeft. En bij een Romaanse pan is dat gewoon half rond. En die vel die is hier plat. Ja, plat met een opstand. En daar kan je de gotische of de Romaanse pannen herkennen, toch? Want de Romaanse pan heeft eigenlijk een gegolfde wel. Deze is plat. Ja. Kijk, hier is dus een mooi voorbeeld van als je dus aan de voorzijde met je maatvoering van je panlat en betengeling niet goed uitkomt. Dat je een prachtig pannendak, denk ik, hebt herdekt of gedekt. Waarbij eigenlijk het overstek naar de grote onvoldoende is. Je kan hier dan zeggen van dat hebben we dan afgedekt met de folie. Alleen die folie die wordt op een gegeven moment door vervuiling en UV-straling wordt die bros en gaat die scheuren en gaat die gaten vertonen. Waardoor juist daar de aansluiting tussen je goot, je dakbeschot, regenwater een vrij spel heeft. Dus eigenlijk zonde van zo'n heel pannendak wat eigenlijk aan de onderzijde niet goed is gedetailleerd of in ieder geval niet goed is gemaatvoerd. Dan hier een dak wat links op de loodaansluiting dan technisch gezien in goede staat lijkt. Alleen we zien door het uitwisselen incidenteel van pannen, en dat kan zijn schade door afschilvering of breuk, dat daar eigenlijk de verkeerde kleur is toegepast. Het patroon van dit kruispannendak maakt juist dat aangezicht van het monument. En door hier en daar een rode pan uit te wisselen voor een grijs gesmoorde pan, wordt dat beeld verstoord. Makkelijke keuze zou kunnen zijn om van die onderste rij rode dakpannen die uit te wisselen voor die grijs gesmoorde, als je die toch veranderd hebt. En de onderste rij dakpannen zien we niet of nauwelijks. En dan kan je dat patroon even goed in stand houden. Als dit patroon steeds meer en meer een klein beetje verandert, zijn we op geen patroon kwijt. En hoe gaan we dan nog maken zoals het eigenlijk hoort te zijn? Hier een voorbeeldje van hoe het ook fout kan gaan in een relatief eenvoudige maasdekking. Dit is een leibedekking, dus natuurstenen leien. Wat we hier met name zien is dat de laatste lijn naar de hoekketen toe waarschijnlijk een lei is. Kijk, een lei die zijn eigenlijk hier halfsteens gelegd en moet elkaar eigenlijk dubbel overlappen. Dus waarbij de bovenliggende lei eigenlijk voor 2/3 over de onderliggende lei heen gaat. Het lijkt erop dat die linker lei hier gewoon op zijn kant is gelegd om naar de hoekheper dat kunnen dichtdekken.
Met als gevolg dat, we zien het eigenlijk net naast die laaihaak, dat je dan maar heel minimaal zijdelings overlap hebt. Waardoor je dus onder de laaier door weer naar de hoek even toe lekkage kan krijgen. Plus als hij inderdaad daadwerkelijk op zijn kant is gelegd, dan heb je ook nog eens in verticale richting, zeg maar schuin omhoog, onvoldoende overlap. Waardoor langs die kant ook nog zeg maar, water naar binnen zou kunnen komen. Het kan zijn dat hier zeg maar, door indeklood dat is opgevangen, maar dit is niet de manier zoals het de duurzame oplossing hoort te zijn. En dit zijn die RVS? Dit zijn de RVS-nagels die zelfs nog eigenlijk een beetje een extra bokje hebben om hem echt dicht te knijpen, die lijn. Waardoor die echt helemaal vast op zijn plek blijft liggen. En kan je nou zeggen dat als je koperen nageltjes hebt, dat je dan echt met een oude dakbedekking te maken hebt? Ik weet niet wanneer koperen nagels voor het laatst werden toegepast, maar dan heb je toch wel denk ik dat die minimaal 30 jaar oud is. Ja. Ongeveer als het nog een koperen nagels is gedekt. Ja, wat niet zozeer met onderhoud te maken heeft, maar wat wel steeds meer voorkomt, is het isoleren ook van een dakbedekking, ook een pannendakbedekking. Om de risico zoveel mogelijk aan de buitenzijde te houden, wil je het liefst aan de buitenzijde isoleren. Maar we zagen net in het eerdere voorbeeld wat besproken met Bram Andriessen, dat ook wel, dat je wel al je aansluiting in ieder geval goed moet aanpassen. Het moet ook allemaal mogelijk zijn met de grootte van de goot bijvoorbeeld, maar ook de aansluiting met een gevel. En in andere gevallen zal je dat aan de binnenzijde moeten doen. En daarbij is het ventileren en in combinatie met isoleren is daarin essentieel. Het is een heel apart thema eigenlijk. Maar het is wel iets wat we met name bij dakbedekkingen, waar toch je grootste winst ligt als het aankomt op isoleren, is dat toch wel een belangrijk risico wat je naar binnen zou kunnen trekken bij een monument. Dus daarom is per situatie ook goed om heel goed te bekijken van wat voor risico brengt met deze isolatie naar binnen. Zo dus niet. Hier zien we dus dat er komen wel eens zeg maar isolatiekanten klaar voor die ook inderdaad deze manier van isoleren hebben. En dat de pan wat eigenlijk op de plaat al zit en dat je daar de pannen zo overheen kan dekken. Hierbij is eigenlijk de ruimte tussen je tengels en panlat is gewoon helemaal volgeschuimd, waarbij de pannen daarna weer overheen zijn gelegd. We zien dat vogels daar handig gebruik van maken om ook hun nesten toch daar proberen in onder te brengen. Maar dit is eigenlijk een situatie waarin je alles eigenlijk verstopt zonder dat je nog daartussen kan ventileren. En je verhult eigenlijk ook een beetje op lange termijn de gebreken die daarin kunnen ontstaan door middel van condensatie, houtrot, schimmels, dat soort zaken. Ja. Ook veel voorkomend middel wat we nog vaak tegenkomen op historische panbedekking is de flexibele mortel, wordt gezegd de flexing. Het is een materiaal wat makkelijker verwerkbaar is dan gewone specie. Het heeft alleen als nare eigenschap dat het nogal plakkerig is. Inderdaad wordt het snel zeg maar, een smeerboel echt, dus dan gaat het heel erg opvallen. Het is ook een materiaal dat eigenlijk niet thuis hoort op een monument. Het is een modern materiaal. En daarbij is het ook zo dat hij vrij snel kan loskrimpen, vooral als je het zo overdadig gebruikt, van een keramische vorstig pan. En waar hij loskrimpt, daar dringt water naar binnen, gaat hij eigenlijk fungeren als een soort spons. Water blijft daar gewoon eigenlijk tussen zitten. Wat ook met vorst weer een breuk, een schade tot gevolg kan hebben. Dit is het volgende thema. Ja, we moeten kijken of de twee casus nog besproken kunnen worden. Martien of Debbie, zijn jullie inmiddels bereikbaar? Volgens mij heeft Martien... Goedemorgen. Ja, goedemorgen Martien. Super. Martien, ik ga heel even naar jouw slide toe. Dit is... Wanneer was de brand? Het was vorige maand. In de nacht van zondag op maandag om 4 uur een hevige brand die de hele kapconstructie heeft verbrand. En het is natuurlijk een troevige geschiedenis.
Maar we hebben het geluk dat de eigenaar van het pand nogal begaan is met de monumenten. Hij heeft meerdere panden in Enkhuizen. En die heeft een aannemer in de baan genomen die ook begaan is met monumenten. En daarbij ook nog een architect. En op deze wijze denk ik dat de kap geheel geconstrueerd weer terugkomt met historische. Het zal in ieder geval veel geld kosten. Maar ja, de man in kwestie was goed verzekerd. En de verzekering maatschappij die wil wel meewerken. Dus dit kan een mooie resultaat worden na een droevige verbranding. En Martien, wat is jouw rol als toezichthouder bij dit proces? Nou, vooral dat je van meet af aan betrokken bent bij de keuzes die gemaakt worden. Zodat je ook waar het dreigt fouten gaan, direct kunt ingrijpen. En dat je niet in hoeft te grijpen wanneer het proces al in zijn gang is gezet. Ja, maar dan is het meer van, zeg maar, want je kan niet eigenlijk bij zo'n brand, dat gaat ook wel heel snel. Het is zo'n calamiteit waar je ook geen grip meer op hebt. Dus er is heel veel historisch materiaal al verloren gegaan. Maar het is meer dat je nu, zeg maar, als je vanuit je toezichtsfunctie de grip hebt op hoe het mee kan denken, mee kan praten over hoe dit dan nu gerestaureerd gaat worden of gereconstrueerd gaat worden, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, klopt. Nou ja, allereerst moet je nu proberen zo snel mogelijk het pand wind en water dicht te krijgen om gevolgschade te voorkomen. Ja. En je moet dan ook duidelijk met de partijen afspreken wat reeds weggehaald kan worden of wat nog even moet blijven zitten voor nadere bestudering, voor een terugbrengen van de kapconstructie. En nu hebben we het geluk dat in november 2019 ook een bouwhistorisch onderzoek heeft plaatsgevonden. En daarin zijn heel veel foto's in opgenomen en ook tekeningen hoe de kapconstructie eruit heeft gezien. Een reconstructie ook met dit rapport ook goed kunnen verlopen. Ja. Ja, mooi. Dat is ook belangrijk om zaken goed te documenteren. Mag ik hier iets op aanvullen? Ja, ja, goedemorgen, mijn naam is Guido Bogers vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Binnen de Rijksdienst hebben we een incidententeam. En op het moment dat er ergens een calamiteit is, een brand of andere zaken die ad hoc spelen, dan kan er contact opgenomen worden met het incidententeam. En dan kunnen wij ook ter plaatse komen om mee te denken en te assisteren met welke werkzaamheden en maatregelen nodig zijn. Dus ook in het geval van deze brand zijn we ter plaatse geweest en hebben we gekeken wat er nog resteert aan monumentale waarde en hoe er zo snel mogelijk op een effectieve manier noodmaatregelen getroffen konden worden. Martien zei al eventjes het afdekken van de kap, want je kunt je voorstellen dat het pand daaronder nog monumentale waarde heeft en daar wil je zo min mogelijk schade aan toebrengen. Dus daar denken we dan op korte termijn denken we daaraan mee. Dus dat wil ik meegeven als er toezichthouders zijn die ook een calamiteit hebben, weet dat de Rijksdienst daarvoor te benaderen is. En geldt dat dan voor calamiteiten alleen bij Rijksmonumenten of ook bij gemeentelijke monumenten of provinciale monumenten? Ja, vanuit de Rijksdienst zijn we alleen bij Rijksmonumenten betrokken. Wil niet zeggen dat de informatie en de kennis natuurlijk gelijk is voor Rijksmonumenten of niet Rijksmonumenten of monumentale panden zonder status. Vanuit de Rijksdienst hebben wij vooral betrokkenis met Rijksmonumenten. Ja, zo is het goed om te weten, ook voor de andere toezichthouders, denk ik. En Guido, want het is een maand geleden gebeurd. Is het nu winterwaterdicht gemaakt? Is dat gelukt of lijkt me vrij ingewikkeld? Ja, dat is inderdaad ingewikkeld. Ja, Martien, ik weet niet of jij er onlangs nog betrokken bent geweest. Wat ik kan vertellen is, ik heb contact gehad met, we zijn ter plaatse geweest met heel veel mensen. Contact gehad met onder andere verzekering en ook met, inmiddels dan een aannemer inderdaad die werkzaamheden gaat uitvoeren. Ik heb begrepen dat de kap wind- en waterdicht is. De bovenste, wat je ziet hier op de foto, het karkas wat staat, hebben we geconstateerd dat daar en niet te behouden is. En dat daar wat resteert aan kaphout, dat het zoveel was ingebrand, dat het toch vervangen moest gaan worden. Dus de kap, de restanten konden gedemonteerd worden. En daarmee kun je dus een makkelijker afdekking maken
voor de overige twee bruingrond en eerste verdieping voor de overige twee lagen. Ja. En als ik goed heb begrepen, zijn die uitgevoerd. Alleen voor ons natuurlijk het moeilijke, nu op corona, dat wij op afstand, meer op afstand zitten. Dus ik weet niet of Martien daar iets meer van op de hoogte is, of die daar iets over kan vertellen. Ja, en vrijwel een week na het bezoek aan het pand is het waterdicht en waterwinddicht afgedekt. En zijn alle materialen die niet te vervangen zijn of vervangen moesten worden, die zijn allemaal weggehaald. En we zitten nu te wachten op een tekening van de architect om te kijken van welke elementen komen weer terug en hoe komen ze terug. En ja, het proces voor het herstel verloopt prima. Oké, dankjewel. Dankjewel. Ja, sowieso een treurige gebeurtenis, maar wel goed dat jullie dan met elkaar, met aannemer, eigenaar, Rijksdienst en gemeente als team daarin zo snel hebben kunnen optreden. Dankjewel, Martien, voor je toelichting. Debbie Alfrink. Bo, zie jij of Debbie aanwezig is? Nee? Dan... Kunnen we nog gaan met haar vraag was... Haar vraag, nou, ja, Debbie die heeft een kerkje gerestaureerd. Zij is architect en dat heeft ze begeleid. En zij vroeg zich eigenlijk af, hoe wordt het proces nou ingericht? Wie kun je waarvoor benaderen? Welke specialist schakel je wanneer in? Ja, maar zoals ik net even kort in mijn conclusie eigenlijk zei, van hoe ga je inderdaad nou... Hoe neem je nou zeg maar die interpretatie allemaal mee naar een succesvolle uitvoering? Dat is met specialistische partijen gewoon goed kijken wat voor plan je aan de voorkant maakt en wat voor afspraken neem je mee naar een uitvoerende partij. En dat is inderdaad belangrijk, wat ik net zei, om een logische opbouw van een nieuw pannendak. En dat lijkt heel simpel, maar dat gaat nog heel veel fout. Dus goed maat voeren, kijk hoe je het beste kan uitkomen met je pannen. Wat kan je in kwaliteit en pannen nog behouden en hergebruiken? Waar moet je echt gaan vervangen? Maak daar een goed plan in en kijk dan vooral ook aan de voorkant en tijdens de uitvoering naar de juiste manier van detailleren van bijvoorbeeld, zoals hier staat, een dakruitertje, een torentje, maar ook met aansluiting met je gevel, met je goot. Dat soort principe details moet aan de voorkant goed worden meegenomen en moet in de uitvoering goed worden getoetst dat dat ook daadwerkelijk zo gedaan wordt. Ja. En als toezichthouder, met wie heb je dan contact? Heb je ook contact met de architect of met bijvoorbeeld de erfgoedspecialist van je gemeente? Dat weet ik niet. Met wie de toezichthouder nu vooral contact heeft? Ik denk sowieso met de uitvoerende partij en de adviserende partij die op de steiger staat. En wij als monumentenwacht komen ook als een toezichthouder op de steiger tegen. En ik denk dat het vooral goed is om, dat merken wij ook vanuit onze rol eigenlijk, dat het vooral goed is om met de partijen, en zoveel mogelijk over dingen te praten dan alleen maar te zeggen, joh, zo moet je het doen en zo moet je het niet doen. Goedkeuren, afkeuren. Nee, er zit heel veel communicatie tussen, dat je samen een goede oplossing bedenkt. Ja, dat is ook vooral een informerende rol. Dat is ook een informerende rol, ja. Oké. Nou, we hebben dan nog een tweede onderwerp. Ja. Zijn er in aanleiding van dit eerste deel nog vragen? Nee? Allemaal schuddende hoofdjes. Nee, ik heb nog wel een vraag, Jeroen. Goedendag, Daan. Goedendag. Bedankt ook sowieso alvast voor de presentatie. Nou, ik heb een vraag over het aanvullen en het uitsorteren. Ik heb de indruk dat lang niet elke aannemer daar trek in heeft. Dus wat is jouw ervaring daarin en wat kan je aanraden? Voor welke partij nou inderdaad dat uitsorteren en het op zoek gaan naar oude pannen bijvoorbeeld om aan te vullen? Wie kan je daarvoor aan het werk zetten? Want iedereen ziet dat zitten volgens mij. Nee. Ik denk dat alles te maken heeft met hoe je het aan de voorkant regisseert. Als ik van een aannemer een aanbieding wil hebben van... doe mij eens een opgave voor een nieuwe dakbedekking of voor knap dit op. Ja, dan kan je natuurlijk, er zit daar zoveel ruimte om daar op alle manieren mee om te gaan. En uiteindelijk bepalen ook het plan... En de kosten die daarmee gepaard gaan bepalen uiteindelijk of iets succesvol wordt. Als ik aan de voorkant dat zo goed mogelijk regisseer, dus in een bestek of werkomschrijving, zo goed mogelijk omschrijf en van tevoren ook zo goed mogelijk het dak inspecteert, dan dwing je die aannemer of geef je hem ook de mogelijkheid, zo moet ik het eigenlijk zeggen, om het zo goed mogelijk aan te bieden. En dan heb je, kijk, uiteindelijk wil die aannemer niet aan uitsorteren of zoeken naar andere pannen, omdat hij dat gewoon heeft meegenomen in zijn calculatie.
als ik hem de mogelijkheid geef om dat van de voorkant, aan de voorkant dat mee te nemen in zijn calculatie, ja, dan heeft hij ook gewoon die ruimte om daar tijd voor te maken, om een goede pand te zoeken, om die pan allemaal op de steiger op te slaan in plaats van ze in een stortkoker te gooien, om dat daadwerkelijk uit te sorteren. Je moet hem wel dan ook de ruimte aan de voorkant geven om die werkzaamheden ook te kunnen doen. En als ik dat niet aan de voorkant aangeef, dan zal de aannemer die het goed wil doen, en maar vooral de aannemer die heeft de goede naam, die zal veel te duur zijn. En degene die dat in het midden laat en die het veel goedkoper aanbiedt, waarvan we niet kritisch kijken naar wat hij nou eigenlijk aanbiedt, ja, die zal het werk krijgen en dan ontstaat de discussie tijdens de uitvoering. Dus geef van tevoren zo goed mogelijk aan wat die aannemer moet doen. En dan moet het eigenlijk ongeacht zijn welke partij. Natuurlijk, er zijn altijd partijen met wie, waarvan je weet dat die dezelfde taal spreken. Dus die weten hoe een restauratieladder werkt, die weten hoe die richtlijnen eruit zien. Maar dat is nog niet een garantie dat het daadwerkelijk goed gaat, want alles wordt uiteindelijk toch prijsgestuurd. En het is voor ons ook dan de taak om er zo goed mogelijk bestek op te zetten, waarin dit soort aspecten zoveel mogelijk concreet naar voren worden gehaald, om het werk goed uit te kunnen laten voeren. Ja, bedankt. Dus denk ik, om het praktisch ook te laten werken, heel belangrijk die toevoeging. Ja, dankjewel. Oké. Zullen we door naar de... Yes, volgende. Ja, volgende onderwerp wat bij de hoed van het gebouw ligt. Net als de dakbedekkingen is grote en heelwater afvoeren. Een klein stukje achtergrond is dat, wat we net ook inderdaad melden over die rietbedekking naar een harde dakbedekking, had ook zoals gevolg voor de manier van waterafvoeren. Een rietbedekking kan eigenlijk heel lang regelmatig vasthouden en druppelsgewijs dat weer afvoeren. Was er eigenlijk nooit echt een goot bij nodig. In de stad komen de term ozendrop nog wel vaak tegen. Dat is eigenlijk de ruimte tussen twee belendende panden. Dat zien we vaak langs de gracht in Amsterdam veel voorkomen. En die ruimte was eigenlijk oorspronkelijk bedoeld om dat druipwater van die rieten daken te kunnen afvoeren via die ozendrop naar bijvoorbeeld de gracht toe. En naar de gracht toe werd het dan eigenlijk, ja, zoals de tegenwoordig term gootsteen voor iets anders gebruikt, maar via gootstenen werd het verder afgevoerd. Het veranderen van een rietbedekking naar een harde dakbedekking eigenlijk had ook zo zijn gevolgen voor de manier van afvoeren. Dus niet meer afdruppen en dan druppelsgewijs richting de gracht afvoeren, maar echt via een gestuurd hemelwaterafvoersysteem. Wat we tegenwoordig vooral kennen als goten en hemelwaterafvoeren. En goten komen nogal wat vormen en functies voor. Ik heb een aantal op een rijtje gezet die ik heel kort eventjes ga proberen toe te lichten. De blokgoot is eigenlijk een houten balk waarin een goot uit werd gefreesd of gebeiteld. En met een teerachtig materiaal werd ingesmeerd zodat het niet meteen wegrotte. Later werd het dan met zink of lood nog eens bekleed. De term schamgoot wordt met name gebruikt als een soort opstaande kant aan het ondereind van een dakvoet. Dus eigenlijk haaks op een dakhelling in de driehoeksvorm een kleine schamgoot die eigenlijk niet eens beloopbaar is, maar die wel op die manier het water kan afvoeren. Een hele bekende is de bakgoot. Die komt eigenlijk het meest voor met een houten gootconstructie bekleed met zink, lood of koper, die op de muurplaat eigenlijk staat, dus op de gevel staat of aan de gevel hangt, afhankelijk van het type dakvorm. Masgoot is eigenlijk een vrij dragende goot, dus die heeft geen eigen constructie om op te vangen nodig. Kan ook alleen maar in zink of koper worden uitgevoerd, omdat die voor hem vast zijn met gootbeugels. En werden in beginsel om een mast heen gevormd, vandaar de naam mastgoot. De keulse goot, die komt misschien voor de meeste mensen niet bekend voor, maar dat is eigenlijk een goot die inpandig loopt. Dus als je een schildak hebt met binnendakvlakken, dus dakvlakken ook aan de binnenzijde, dan heb je daar een goot in het binnenste van die dakvlakken liggen. Nou, die goot kan of zijn water kwijt via een inpandige afvoer, dus zeg maar door het gebouw heen, binnendoor. Dat levert het risico op dat bij verstopping je binnen allerlei lekkageproblemen krijgt. Wat we ook nog wel eens tegenkomen bij oude kapzolder, zitten er over die zoldervloer eigenlijk een houten bak loopt met daarin een gootbekleding die dus het water van die binnengoot naar de buitengoot kan afvoeren. En dat noemen we een keulse goot.
De keelgoots die kwamen we net al eventjes tegen bij de keramische dakbedekkingen. En de keelgoot is eigenlijk de goot tussen twee, de inwendige hoek tussen twee schuine dakvlakken. Die het water dus moet afvoeren vanuit die inwendige hoek naar de onderliggende bakgoot bijvoorbeeld. Een keelgoot is altijd erg gevoelig voor verstopping en lekkage, met name aan de onderkant, omdat daar zowel die bakgoten bij elkaar komen als het water eigenlijk vanuit de inwendige dakvlakken, wat dichtst bij de keelgoot zit, en de keelgoot zelf. En daarnaast houdt zo'n keelgoot altijd veel blad, afvallend blad vast, waardoor je ja, heel snel lekkages daar krijgt. Dus zaak dat die vaak worden schoongemaakt. En een verholen goot, de naam zegt het al, dat is een goot die we eigenlijk niet zien. Maar die onder de dakpannen wordt aangebracht bijvoorbeeld bij de aansluiting van een dakkapel. Zodat die zeg maar het water wat tussen de pan en de zijwand valt kan opvangen en zo naar de goot daar, onderaan de dakvoet kan afvoeren. En we komen hem tegen bij de aansluiting met een gevel. Dus de aansluiting van een dakvlak op een gevel. Zoals ik net al zei, het afvoersysteem bestaat uit hemelwaterafvoeren, tenminste goten en hemelwaterafvoeren en vergaarbakken. Hemelwaterafvoeren en vergaarbakken, ja, die zie je met name in zink, koper en lood, soms ook gietijzer. Waarbij de vergaarbak min of meer bij heel veel regenval dat water moet opvangen, zonder dat het daar naar binnen loopt. Ja, die zien we in verschillende vormen ook voorkomen. Goten zijn er in lood, koper, zink, gietijzer en natuursteen, waarbij met name lood, koper en zink het vaakst voorkomen. De meeste gebreken die we aan gootbekledingen zien, is inderdaad verstoppingen. Dus door eerste lijns onderhoud is dat goed te voorkomen, dus regelmatig de goten schoonmaken. En het onvoldoende voorzien van krimp- en uitzendingsmogelijkheden, waardoor er snel scheuren in de soldeernaden bijvoorbeeld ontstaan. Dus niet eens zozeer de verwering van een gootbekleding, maar met name in zeg maar, hoe zo'n goot wordt aangelegd, constructief en qua detaillering, dat daar vaak de problemen kunnen ontstaan. Mag ik één dingetje toevoegen bij die vergaarbakken? Ja. Die hebben vanuit het verleden vaak ook een spuwen. En mede vanwege de enorme regenval, veel in weinig tijd, komt het vaker voor dat er natuurlijk een goot overloopt. En is een spuwer uiteraard dan weer heel belangrijk om bij restauratie ook weer toe te passen. Ja, ja, nee, ja inderdaad. Ik had eenmaal bij vergaarbak nog iets moeten bij ons vermelden. Kijk, die spuur bij een vergaarbak is dan eigenlijk met name bedoeld als de hemelwater af en verstopt zou zitten, zodat hij via die spuur naar buiten kan brengen. Als mijn goot zeg maar vol staat of overloopt, dan heb je ook vaak dat er op de neus van een gootlijst eigenlijk, de neus van een goot, dat daar een klein spuurtje wordt aangebracht, zodat we daar kunnen zien, wat we vanaf beneden niet altijd kunnen zien, dat er boven iets nou, in ieder geval niet goed zit of verstopt is. Inderdaad, ja bedankt. Even naar de toepassing, verschijningsvorm en werking van loden in lood uitgevoerde goten. Lood is een materiaal wat zeer goed te vormen is. Dat zien we ook aan het plaatje hier rechtsboven. Halfronde vormen, hoeken, noem maar op. Je hoeft daar niet heel veel... De kunst is om zo weinig mogelijk soldeerwerk en vouwwerk toe te passen. Want het lood laat zich gewoon heel, heel goed drijven. Alleen dat is net als wat we net even over hadden van... heeft een loodgieter of aannemer dan wel zin in? Dit is wat je aan de voorkant ook goed moet omschrijven. Probeer te omschrijven dat je dat lood zoveel mogelijk in een bepaalde vorm drijft of klopt. Wat weliswaar heel arbeidsintensief is, dus ook prijsverhoogd is, maar wat heel belangrijk is voor de duurzame detaillering van het aanbrengen van een, nou ja, ook wel een kostbaar stukje lood. Zoals we al zei, een stuk lood is zeer duurzaam. Lood kan op zichzelf echt wel honderden jaren meegaan. Afhankelijk wel van de looddikte natuurlijk. En ja, wat ik zeg, de meeste gaat daarin fout bij detaillering, ruimte voor krimpen uitzetten. Daar zie je dan toch vaak de eerste gebreken ontstaan. Even het plaatje linksonder. Zien we de aansluiting eigenlijk van een lodegoot met een steekstuk, een doorvoer naar de afvoer. Op een ja, eigenlijk hele eenvoudige aansluiting zijn nogal wat... wat dingen van belang die zo'n detaillering kunnen laten slagen of niet. Met name, wat ik even hier wil aanduiden, is dat bij de doorvoer door een bepaalde gootbodem, dat je daarin ook voldoende ruimte laat
om dat steeds weer te kunnen laten werken en daarmee ook de goot. Als ik die er helemaal krap in zou zetten, dat betekent dus dat ik daar een star een stuk maakte, waardoor de rest niet meer kan meebewegen met krimpen en uitzetten. We hebben een vraag. We hebben een vraag. Hoe is het te borgen dat de looddikte bij het drijfje blijft? Ja, de vraag van Bram Andries, hoe is het borgen dat het bij het drijven, met name zeg maar, hoe je dan zeg maar je looddikte behoudt. Ja, dat is iets, je kan er niet de hele tijd bij gaan staan. Dat is ook weer afhankelijk wel van de vakmanschap van de loodgieter. Het is ook iets wat je niet meer van bovenaf kan controleren naderhand. Maar waar je dus materiaal drijft of ergens naartoe brengt, en met name bij bijvoorbeeld een buitenhoek, betekent dat het materiaal daar dunner automatisch wordt. Dus dan zal je dus vanuit de andere kant, waar die buitenhoek op aankomt, zal je dat lood daar naartoe moeten drijven. Dat is niet iets waarvan ik denk van hoe zou je dat kunnen borgen, maar dat is wel regelmatig met een loodgieter in gesprek gaan, toch regelmatig naar zijn werk gaan kijken en dan daaraan proeven, voelen of hij inderdaad weet waar hij mee bezig is. Maar je kan dat niet elk moment van elke dag daarbij gaan staan volgens mij, maar... Het is wel een heel belangrijk punt, ja. Dan een stukje over zink. Net lood wat heel goed te drijven en nog te vervormen is eigenlijk door het kloppen van lood. Is zink daarentegen een heel star materiaal, wat vooral wat gezet moet worden, of vorm moet krijgen in de zetbank. Door zijn starre eigenschap en ook het krimpen en uitzetten is hij nogal gevoelig voor scheurvormen, met name als je een stuk goot niet voldoende ruimte geeft. Het is wat minder duurzaam dan lood of koper, maar daarentegen kan het soms wel 40 jaar meegaan. In theorie wordt er geloof ik 25 jaar voor gezet, maar dat is echt monitoren en ook per situatie afhankelijk hoe je hoeveel je die levensduur kan rekken. Wat wel belangrijk is bij zink, is dat het niet te combineren is. In ieder geval niet onderaan het afvoersysteem in combinatie met koper. Koper is een edele metaal die versneld zeg maar, zink zal gaan aantasten. Hier rechts zien we een voorbeeldje van een zink-hemelwaterafvoer. Waarbij met name het toepassen van vronkstukken, eigenlijk tussen de, tenminste boven en onder de gootbeugel. Dat het belangrijk is om te voorkomen dat een zinken goot eigenlijk naar beneden kan gaan zakken, kan gaan glijden. En zo hou je hem op zijn plek. Er is nog een vraag binnengekomen over het loondeel. Ja. Tegengrootgenoemde vraag, lood mag dus gewoon worden toegepast in goten. Zijn er geen beperkingen met betrekking tot vervuiling in schoon water, gescheiden rioleringssysteem? Ja, dat is een goede vraag. Maar het gaat dus over of je het lood nog wel kan toepassen in verband met vervuiling van het watersysteem. Het wordt nog steeds toegepast, ook voor goten en afvoeren. In hoeverre dat wel of niet mag worden toegepast. Er zijn natuurlijk bij monumenten maken soms als uitzonderingspositie. Ik weet niet of Daan Davies of Guido Bogers daar misschien nog iets aan kan toevoegen. Zo niet, dan kan ik daar geen concreet antwoord op geven. Het wordt in ieder geval nog steeds volop toegepast. Sorry, kun je de vraag een keer herhalen? Nou, het gaat erom het toepassen van lood, maar dat geldt in principe natuurlijk ook voor koper en mindere mate misschien voor zink. Maar we hebben natuurlijk wel gescheiden afvoersystemen, maar in hoeverre kunnen we lood nog toepassen om zeg maar in combinatie met de verontreiniging van ons watersysteem? Ja, die vraag inderdaad, die komt zeker voor. Dat geldt ook voor zink, hè, voor zinken daken. En eventueel stoffen die daarmee ook in het milieu kunnen komen. Vanuit de restauratie is dat geen probleem om die toe te passen. Dus het lood en het zink toepassen en koper natuurlijk ook metalen afwerken toepassen. Bij Rijksmonumenten is dat geen probleem. Sterker nog, je wil bij Rijksmonumenten juist zoveel mogelijk originele materialen toepassen. Dus voor nieuwbouw en dergelijke, dan heb je andere eisen en daar moet je er wel rekening mee houden. En bijvoorbeeld, ik noem het bij nieuwbouw, heb je ook zink wat gepatineerd zelf een kleur of een coating heeft, zodat die afvoer van die stoffen minder in het milieu komen. Ja. Maar bij Rijksmonumenten hebben we daar geen probleem of geen extra bescherming nodig. Ik zag in de chat, als ik daar even mag reageren, nog voorbij komen dat
zink in combinatie met bitumen volgens mij niet goed kan. Dat geldt ook zink of koper. Maar goed, we werken vooral met zink natuurlijk in combinatie met rietbedekking. Stoffen daarin, zowel in riet als bitumen, die tasten de zink. Het zink tasten die aan. Dus een zinken grootte die aansluit op een bitumen dak, dat geeft versnelde veroudering. En dat is op te lossen, want dat geldt eigenlijk alleen maar in de eerste jaren. In de eerste jaren komt er de meest agressieve stof komen er vrij die het materiaal aantasten. Om de goot dan met een coating te beschermen. Zodat de eerste jaren, als die meest agressieve stoffen eraf komen, dat die goot beschermd is. En laten we zeggen, na 3, 4, 5 jaar, dan is die aantasting is veel, vele malen minder. Dus dat is misschien nog een tip om mee te geven, of een aandachtspunt bij de uitvoering. Ja, sowieso het patineren van zink of lood, in ieder geval, dat is ook wel aanbevelingswaardig. Het zit alleen niet hier helemaal in, omdat ik zei, de dampdichte metalen dakbedekking heb ik even buiten beschouwing gelaten, maar inderdaad de combinaties van metalen, maar ook met een bitumen en even een rietbedekking, is iets wat weliswaar niet nu binnen dit thema wordt behandeld, maar wat wel ook heel belangrijk is. Ja. Volgende slide. Ja. Nou, dan kopen en toepassen van koperen goten. Net als bij zink moet dat ze vorm krijgen in een zetbank. Heeft ook veel last van krimp en uitzetten, dus heeft veel ruimte nodig. Waar we het zelf nog wat vaak fout zien gaan, is dat een relatief dure koperen bekleding van een goot of een dak soms met verkeerde soldeersamenstelling wordt gesoldeerd. Het is heel belangrijk dat daarin de soldering van koper of zilver houdend is. Dat ontbreekt er nog wel eens aan, waardoor je eigenlijk de soldeerbevestiging de zwakste schakel wordt. Het verbinden, in ieder geval het solderen van de koper, is ook vrij lastig. Dat is vanwege de hoge temperatuur die erbij gebruikt wordt, waardoor het koper nog wel eens zijn vorm wil verliezen. En juist om die capillaire werking te krijgen, om die solder goed tussen de twee onderdelen te laten komen, wordt hij nog wel eens gefixeerd met popnagels, de twee koperen onderdelen. Dat is eigenlijk vooral bedoeld om hem goed aan elkaar te kunnen verbinden. Koper kan heel lang meegaan, heeft een hele lange levensduur. Heeft ook zo, net als we net hadden gezien bij loodbespraken, ook zijn verontreiniging. Ik denk om daar nog even door te gaan, is het met name belangrijk om inderdaad de details als krimpen, uitzetten, het solderen, op welke vorm je een goot of een dakbedekking maakt, om dat zoveel aandacht te geven. Want het zijn materialen die vanuit zichzelf heel lang mee kunnen gaan. Ik heb zelf een keer meegemaakt met een koperen dakbedekking waar in beginsel te weinig klangen werden toegepast en door winddruk eigenlijk werd losgerukt. Allerlei tussenoplossingen bedacht waarbij de dakbedekking op alle manieren geperforeerd werd om te fixeren. Helemaal niet meer kon werken. En ja, dan heb je eigenlijk een hele goede koperen dakbedekking die door allerlei, in ieder geval in de basis al niet goed werd bevestigd, maar door de maatregelen daarna nog zoveel meer schade kreeg doordat je dat koperen dak eigenlijk helemaal moest vervangen omdat die alle kanten geperforeerd was. Dus dat maakt het ook zo belangrijk om dit soort kostbare, duurzame materialen op de goede manier te verwerken. Ik heb Nico niet tussen de aanwezigen gezien. Bo, heb jij Nico gezien? Nico, ben je aanwezig? Nee, hè? Nee. Denk ik dat we, want Nico die heeft foto's ingestuurd van de werkzaamheden aan het dak en de grote bij de waag. Ja. Jij zei meteen wel van... Nou, het enige wat ik hier kan zien is dat dit vooral noodoplossingen zijn. Ja. Ik zie wat strookjes batuband om scheuren dicht te plakken. Ik zie dat hier met een flexheemmortel die wordt gebruikt, die volgens mij als een soort voegmortel om een loodaansluiting dicht te maken, links en rechts onder. En op zich zouden dit soort noodoplossingen, dat natuurlijk net de brandschade van zo'n dak natuurlijk als extreem voorbeeld. En noodoplossingen zijn op zich prima om op dat moment gevolgschade te voorkomen, te kunnen rekken naar een moment van groot onderhoud. Maar let er goed op dat een noodoplossing niet een soort permanente oplossing wordt waarbij je maar wacht tot het weer verder achteruit gaat. En dat is wel een beetje wat ik zo op dit zicht hier zie. Zelfs de waterbandoplossing scheuren weer open en de flexiemotor komt er weer uit.
ja, noodoplossing prima, maar dan wel een plan maken om dat zo snel mogelijk duurzaam op te lossen. Een permanente oplossing. Ja. Ja. Oké. Okay. Dan heb jij nog een aantal eigen ingebrachte voorbeelden. Nog een paar voorbeelden. 10 minuutjes. Oké. Okay. Nou, wat we hier zien is eigenlijk 2 doorvoeren vanuit een goot. En daar zitten 2 doorvoeren omdat de goot hier is gesepareerd. Dus om een ruimte te geven om te kunnen krimpen en uitzetten. En omdat je nu ziet dat vanuit 2 goten bij hevige regenval dat op 1 afvoer met een relatief kleine vergaarbak moet afvoeren, zie je dat hij eigenlijk permanent een te onvoldoende capaciteit is. Waardoor de vergaarbak overstroomt. Deze ene afvoer kan al dat water niet aan. Dus het is met name bij de hevige regenval van tegenwoordig, als we dit soort schadebeelden ook aan het gevenwerk zien ontstaan, is het raadzaam om te kijken van hoe kunnen we hier ergens die capaciteit vergroten door bijvoorbeeld een afvoer bij te plaatsen. Ja, dat is hier wat in de basis eigenlijk fout gaat, dat de afvoer niet, de capaciteit van de afvoer niet is afgestemd op de hoeveelheid regenval. Hier zien we een rubberen separatiestuk die veel bij grootte wordt toegepast om inderdaad weer dat krimp en uitzet op te kunnen vangen. Nadeel van zo'n separatiestuk is dat het rubber eigenlijk kortste technische levensduur heeft. Is hier ook door invloed van uitdroging van door zonlicht, is hier over de hele breedte van de goot eigenlijk gescheurd. Is iets wat niet meteen in het oog springt, maar wel op lange termijn, zeg maar, zoals we links op de foto ziet, grote schade kan geven aan muurplaat en dakvoetconstructie. Wat je hier zou kunnen doen als extra maatregel bij het toepassen van zo'n separatiestuk is eigenlijk door een zinken strookje met de kraal in de kraal mee te nemen eigenlijk en die tegen de achterkant op te bevestigen. Zodat je die in ieder geval beschermt tegen zonlicht en UV-straling. Ik zie hier een vraag voorbij komen. Ik ging even snel voorbij. Een separatiestuk over. PH Nijman vraagt rubber separatiestuk overdekken met een EPDM. Rubber separatiestuk overdekken met een EPDM. Ja, dat is. Voor nu zou dat een oplossing kunnen zijn. Niet een hele duurzame oplossing, wat je hier eigenlijk beter zou kunnen toepassen, maar dat is ook afhankelijk van waar zit het hemelwater afvoeren, is een zink uitgevoerd broekstuk, waarbij dus eigenlijk de zinken goot in 2 delen separeert en met 2, maar we zien straks in een van de volgende dieren zien we het plaatje terugkomen, dus kom nog even terug. Maar dan heb je met een zinken broekstuk heb je een duurzame oplossing. We hebben nog een vraag van bij een grote man, worden er bij HWA's ook nog overstortkleppen toegepast wanneer het gemeenteriool niet kan verwerken? Er wordt gevraagd of er bij HWA's overstortkleppen worden toegepast als de riolering er niet meer aan kan. Dan zit die overstortklep volgens mij meer in je buitenriolering dan in je afvoer. In afvoer kom ik het eigenlijk nooit tegen. Ik weet wel dat het wel eens, met name ook in stedelijk gebied, waarin natuurlijk het water heel moeilijk kan worden afgevoerd, dat daar wel bepaalde keerkleppen worden toegepast om te voorkomen dat het water eigenlijk terugkomt. Wordt wel toegepast, ja. Hier zien we een extreme vorm van corrosie van een zinken goot. Wat ik net al zei, van de theoretische levensduur van een zinken goot ligt zo rond de 25 jaar. Maar we komen wel goten tegen die in principe veel langer mee kunnen. Het probleem is alleen van bij corrosie van een zinken goot zie je niet altijd heel goed of hij door en door is gecorrodeerd. Dan zijn we eigenlijk al eruit moeten halen, tegen het licht moeten houden. Dan zie je minuscule kleine gaatjes die aangeven dat het goot einde levensduur is. Het is soms heel lastig om te bepalen hoe lang een goot nog mee kan. Nou, hier komen de grotere gaten erin. Dit is echt einde levensduur al lang. Dat je eigenlijk al veel eerder moet ingrijpen. Maar dat is soms wel eens lastig om te bepalen hoe lang de zinkengoot nog mee kan. Even een zijsprongetje naar een gietijzergoot. Komt steeds minder voor. Het is best wel een zeldzaam verschijnsel aan het worden. Gietijzergoten konden in beginsel worden besteld uit een catalogus. En die werden gewoon als een soort standaard gootdelen konden die gegoten worden. Als die nog te redden zijn, dan is het vaak een kwestie van er helemaal uithalen, helemaal stralen en conserveren.
Als het echt einde levensduur is, dan zou je nog naar deze extreme, tenminste verdergaande maatregel kunnen gaan door hem in hout uit te voeren, zoals rechts op het plaatje te zien is, met dezelfde profilering dan te bekleden met een zinkgoot met een platte band aan de neuslijst. Natuurstenengoten komen ook nog wel eens tegen, vaak ook alweer voorzien van soms een bitumen bekleding of een zinken of lode bekleding. Hier is nog een voorbeeld van een natuurstenengoot die eigenlijk netjes met een stuk natuursteen is ingeschoten. Hier zien we een voorbeeld van een traditioneel broekstuk, waarbij het bovenliggende deel op de foto waarschijnlijk altijd op tegenschot heeft gelegen. Dat zien we ook een beetje aan de vervuiling, omdat daar heel veel water altijd is blijven staan. Dat werd blijkbaar ook als probleem ondervonden. En hier is voor de oplossing gekozen om het broekstuk eigenlijk te doorbreken en eigenlijk de twee goten weer aan elkaar te verbinden. Ja. Hier is dus duidelijk dat niet de kennis van de werking van een goot hierbij is toegepast. Op deze manier kan het water wel weg. Het ligt dus al op tegenschot, maar op deze manier wordt dat dus opgelost door het water op deze manier te af te voeren. Alleen nu hebben we de goten eigenlijk weer aan elkaar gefixeerd, waardoor gezien de soldeernaar die nog redelijk vers is, volgens mij op termijn daar een scheur zal gaan ontstaan door de werking van die twee zinkgoten. Hier een plaatje van hoe belangrijk en hoeveel aandacht je moet besteden aan detaillering van, in dit voorbeeld, zinkgoten. Linksboven zien we hoe zo'n broekstuk eruit ziet. Dus je hebt eigenlijk twee verschillende gootdelen die tegen elkaar aanstaan en met een eigen kopschot. Met eroverheen om het geheel waterdicht af te dekken in een schuifstuk. En door, zien we het middelste plaatje eigenlijk, waarbij de twee woorden gootbodem staan. Onderaan eigenlijk de twee zinkdelen aan elkaar worden gesoldeerd en boven middels dat schuifstuk kunnen die twee gootdelen van onafhankelijk van elkaar krimpen en uitzetten. Om het helemaal netjes af te maken wordt aan de bovenkant van het schuifstuk nog een hoekstukje gesoldeerd, zodat het water wat over de neuslijst of over het schuifstuk eigenlijk heen loopt, toch in die goot kan belanden. Ook belangrijk de achteropstand ten opzichte van de vooropstand. Wat we nog wel eens zien is dat zelfs nog bij uitvoering, bij het vervangen van een goot, dat de opstand achter en voor gelijk zijn, nagenoeg gelijk zijn. Kijk, een gootbodem waar die in wordt geplaatst is nooit helemaal, niet altijd helemaal recht. En in de gevallen waar de achteropstanden gelijk zijn de vooropstand, is die in sommige gevallen zelfs lager dan de vooropstand. Waardoor als een goot dan verstopt raakt, zal hij helemaal vollopen met water. En als dat zo is, dan wil je eigenlijk dat het water aan de voorkant van de goot eruit loopt. Als de achteropstand dus gelijk is of lager ligt, dan betekent dat het water gewoon naar binnen loopt. We hebben linksonder nog een doorsnede van de neuslijst, waarbij het ook weer belangrijk is dat het water naar de goten wordt afgevoerd en niet langs de gevel. En als laatste wat ik even hier wil aanstippen is het toepassen van een waterkering. Eigenlijk een hele eenvoudige extra toevoeging bij het zetten van zo'n groot stuk. Dat bij opstuwend water door wind of vooral bij stuifsneeuw, dat die waterkering dat ook enigszins kan tegenhouden. Dus dat het niet daarachter bij een muurplaat of bij het dakvoet terecht kan komen. En dan het laatste plaatje, wat eigenlijk ook een beetje een voorloop is naar het thema van volgende week. Wat we hier zien is dat er in een kraal is toegepast. De kraal werd eigenlijk met name, de kraal dus eigenlijk de beëindiging van een zinken neuslijst, half rond, dat noemen we dan de kraal. Die werd met name toegepast na 1850. Daarvoor werd het eigenlijk heel vaak, vooral vanuit het lood, toegepast als platte band. En dit is iets wat in combinatie, zoals we hier zien met zo'n houten gootconstructie, bepalend is voor de profilering, voor het, ja, het spel van licht en schaduw van die profilering op het uiterlijk van je gevel. Dat is iets wat we volgende week op verder gaan bij het behandelen van houtrotherstel van dit soort constructies. En dit is in dit geval voor dit thema de laatste dia, geloof ik. Hartstikke bedankt. Ja. Zijn er nog vragen over dit verhaal? Nee? Nou, bedankt voor je verhaal. Ik heb boeiend zitten luisteren. En we zien elkaar hopelijk volgende week weer. En dan gaan we het hebben over houtprofilering en houtaantasters. Houtaantasters, houtrot. Ja. Dankjewel. Tot volgende week.